In deze video vertellen wij jou hoe wij pretparkgekkie zijn geworden. Een hele goede avond, lieve mensen. En leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op Theme Park Late Night, de pretpark talkshow op YouTube. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen en te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Want dat zouden wij nog steeds heel leuk vinden. Zeker! Vandaag gaan wij het een keer niet over een pretpark hebben, maar lekker over onszelf. Ja, maar wel in combinatie met onze pretpark love. Want vandaag gaan wij vertellen hoe wij pretparkgekkie zijn geworden. Hoe het zover is gekomen eigenlijk, hè? En van tevoren moeten we even zeggen, aan het einde van deze video hebben wij heel leuk nieuws, een soort aankondiging. Misschien weten mensen natuurlijk allemaal, we hebben er zelf nog niks over gezegd. Dus blijf zeker kijken tot het einde. Blijf even hangen. Vandaag gaan de heren eerst, dus jij mag eerst even vertellen. Ja, mijn origin story. Ja, je origin story. Ja. Want we hebben wel allebei een ander pad bewandeld tot pretparkgekkie zijnde. We zijn niet op dezelfde route hier gekomen. En zo zie je maar weer, alle wegen leiden naar Rome. Zeker. Of naar pretparken. Ja, zal ik dan maar gewoon beginnen? Ja, begin. Je werd geboren. Mama, ik wil naar de Efteling. Ik lag in die wieg en toen zei ik, pardoes, pardoes. Nee, wat ik weet is dat mijn ouders mij als kind best wel vaak meenamen naar pretparken. Maar ik was dan zo jong dat ik me dat allemaal niet kan herinneren. Want ik ben bijvoorbeeld met jou voor het eerst naar Europa Park geweest. Dat telt dan voor mij als de eerste keer. Maar dan zegt mijn moeder, je bent er al een keer geweest toen je 3 was. Denk ik, ja, maar ik weet dat niet meer. Nee. En daarom kan ik me ook niet echt helemaal voorstellen dat daar een zaadje geplant is. Maar wat ik wel weet is dat wij gingen eigenlijk elk jaar, ik denk zoals veel Nederlandse gezinnen, elk jaar een dagje naar de Efteling. Ja, de highlight van het jaar. Ja, maar ik vond dat echt de highlight van het jaar. Ja. En op een gegeven moment werd ik wat ouder en toen werd ik ook wel iets meer echt fan van de Efteling. Ik had bijvoorbeeld zo'n mp3-speler en dan ging ik op LimeWire, ging Efteling muziek ging ik downloaden. En dat zet ik dan op mijn mp3-speler. Oh, en dan ja. Had ik, op een gegeven moment had ik het hele verhaal van de voorshow van Villa Volta had ik op mijn mp3-speler. mp3-speler was echt een goede tijd, ja. Man. Dat is echt grappig. Iedereen luisterde gewoon naar Step Right Up van Jamai en jij had ondertussen gewoon dit huis, ja. Dit vervloekte huis. En gaandeweg begon ik het eigenlijk steeds interessanter te vinden en ging ik ook een beetje bijhouden van of er dan een nieuwe attractie kwam of zo. Het begint dan altijd een beetje heel onschuldig of zo, ja. Weet je wel. En toen kwam ik op een gegeven moment uit op een forum en dat heette De Vijf Zin. En toen dacht ik, wow, er zijn heel veel mensen die vinden dit heel interessant. En dat was gewoon een forum. En dan was er iemand en die zei gewoon, ik ben vandaag in het park geweest. Dit en dit en dit is allemaal nieuw. Of hier zijn ze iets aan het bouwen. Of hier zijn ze iets aan het doen. En dat was ik gewoon aan het volgen de hele tijd. Maar toen was het dus wel echt alleen nog maar Efteling. Ja, ik was echt wel Efteling fan. En ja. Daarna pas echt pretpark gekkie. Ja, na het zoveel jaarlijkse Efteling uitje liepen we een keer in Efteling. En toen zei mijn tante volgens mij, eigenlijk valt de prijs voor het abonnement best wel mee. Daar ging het gesprek volgens mij over. Ja. En toen dacht ik, oh, dat valt inderdaad eigenlijk wel mee. Oh, en ik heb eigenlijk van school standaard 1 dag in de week vrij. En een studenten-OV. En de prijs van een abonnement valt, als je het uitrekent, kijk, tuurlijk is het veel geld. Ik wil nu ook niet overkomen als ik al het geld van de wereld heb. Nee, maar toen was het echt spotgoedkoop. Helemaal vergeleken met nu. Ja, zeker met nu. En het mooie aan het verhaal is eigenlijk, ik twijfelde die hele dag, zal ik nou een abonnement nemen of niet? Zal ik het doen of niet? En vervolgens gingen wij de laatste attractie doen en dat was Droomvlucht. En ik had bij mezelf bedacht, nadat ik de laatste attractie uit ben, moet ik gekozen hebben ja of nee, want daarna gaan we naar de uitgang en dan moet ik dus naar de vaste service om dat af te sluiten of niet. Nou, als er één attractie is die je niet moet kiezen om te kiezen of je een Efteling abonnement neemt, is het Droomvlucht. Want we zaten in Droomvlucht en toen dacht ik, ja, hier kan ik volgende week nog een keer in zitten als ik nu een abonnement koop. En toen heb ik een abonnement aangeschaft. Dat heb je gewoon betaald van je zuurverdiende C1000 veel ploegcentjes. Ja, zoiets. Ja, ja, studiefinanciering kreeg je ook nog een klein beetje in die tijd. Dus dat shout-out naar de overheid voor het Efteling abonnement. Ja, en toen ben ik eigenlijk wekelijks naar de Efteling gegaan in mijn upske. En zo is het zich een beetje doorontwikkeld naar andere parken. En die andere parken dan? Waar begon het toen daarna mee? Op een gegeven moment dacht ik, oh, ik vind het heel interessant. En dan hoor je ineens, in Disneyland Parijs hebben ze dit. En dan ga je daar iets over opzoeken. En dan denk je, ook, ik wil een keer naar Disneyland Parijs. Dus dat was dan het volgende wat ik ging doen. Ja. En toen is echt een balletje gerold dat ik dacht van, wow, het is een hele wereld. Nu wil ik eigenlijk gewoon overal heen zijn geweest. Ja. Dat is eigenlijk een hele beknopte korte versie van hoe ik pretparkgekkie ben geworden. Nu ben jij in de beurt. Je werd geboren. Ik werd ook geboren en toen zei ik, mama, ik wil naar Disney. Ja, mijn ouders hebben me gewoon heel vaak meegenomen naar Disney. Ik denk dat de eerste keer was toen ik 3 of 4 jaar oud was. En vanaf daar gingen we eigenlijk 1 keer in de 2 jaar wel naar Disneyland Parijs, een paar dagen. En ook echt af en toe gewoon 5 dagen. Hè? God, wat was ik daar jaloers op geweest als kind, zeg. Had jij geen mensen in je klas die jou haten? Dat ze zeiden, ga je nou alweer? Nee. Wij willen ook. Maar nee? Iedereen vond het wel leuk. Ja, echt mega verwend. Maar mijn moeder vond het ook heel leuk. En mijn oma maakte dan verkleedkleren voor me. En dat deed ik dan daar aan. Je had echt een soort Disney-prinsessenjeugd. Eigenlijk wel. Dus dat was soort van de rode draad. Maar eigenlijk altijd als ik met mijn ouders op vakantie was. We gingen heel vaak kamperen in Nederland. Moest natuurlijk bespaard worden naar al die Disney-tripjes. Ja. Disney, ja, nee, dus we gingen gewoon lekker kamperen in Nederland. Dat was hartstikke leuk. Maar dan als we dan ergens
ergens in de buurt waren, gingen we bijvoorbeeld naar Hellendoorn, Slagharen, Toverland. Elke vakantie die ik deed, had één dag pretpark. En ik vond het altijd superleuk en het was superfeest en helemaal fantastisch. Maar voor mij, heel lang bleef het daar voor mij bij. Dus ik vond het heel erg leuk, keek er heel erg naar uit. Maar ik had dus niet zo door dat er een soort van hele community was van mensen die dus heel regelmatig pretparken bezoeken. Ik dacht, dit zijn gewoon allemaal mensen en die doen dit gewoon voor af en toe. Alleen de mensen die heel erg in de buurt wonen van een pretpark, die hebben een abonnement. En die gaan daar dan vaker naartoe. Zoals je ook bijvoorbeeld, weet ik, zoals dat ik naar de speeltuin ging of zo vroeg. Ja. En toen op een gegeven moment, het internet bestaat natuurlijk. En toen ging ik podcast luisteren, ook over pretparken. Toen dacht ik, oh, er zijn wel meer mensen dus die dat leuk vinden. Nou, ik vond het mega interessant. Ik lekker luisteren. Toen op een gegeven moment kwam die teamtalk reis naar Dubai. En toen was het corona en ik verveelde me en ik wilde iets leuks doen. En toen dacht ik, YOLO, waterpolo, ik ga gewoon even in mijn eentje die reis boeken. En toen is er echt voor mij oprecht een wereld voor me open gegaan. Dat ik dacht, oh mijn god, er zijn echt meer mensen zoals ik. Want ik had altijd van die gekke dingen zoals, ik ken bijvoorbeeld nog steeds alle muziek van Sprookjes Wonderland uit mijn hoofd. Die CD heb ik gewoon later nog geluisterd. Ja, ik vond dat gewoon leuk. Toen waren we daar en toen kwam ik achter dat jij en nog meer mensen gewoon dat ook kenden. Toen dacht ik, er zijn er meer. Ik ben niet raar. Er zijn meer mensen zoals ik. Ja. Dus toen ben ik er eigenlijk gewoon gelijk zo woep erin gesprongen. Dus eigenlijk mijn message is dit. Af en toe denken mensen misschien dat je gek bent. Omdat je kent de muziek van Sprookjes Wonderland. Of alle Disney films vind je bijvoorbeeld heel leuk nog. Maar er zijn dus meer mensen. En het zijn niet 50 mensen in Nederland. Het zijn niet 100 mensen in Nederland. Het zijn echt heel erg veel mensen. Ik en denk misschien zelfs wel 10.000 mensen. En het is echt niet iets voor je, om je voor te schamen. Het is echt de allerleukste hobby ooit. Er is zoveel te beleven. Wat heb jij vaak dat mensen het niet begrijpen? Ik begrijp op zich wel dat mensen het niet begrijpen. Dat zij doen gewoon liever iets anders met hun weekend. Maar ik heb nooit dat mensen lullig doen of zo. Ja, maar de boodschap is dus eigenlijk, doe gewoon lekker waar je zin in hebt. En ga er gewoon voor. Duik er helemaal in. Het is niet voor losers. Wij zijn geen losers, hoop ik. Ik twijfel soms wel een beetje. Ach, ik heb het hartstikke naar mijn zin. Ik ook. Kan ook leuk zijn om een loser te zijn, toch? Dat is waar. Ja. En toen waren we hier. En, we hebben dus nog iets te vertellen. Wij krijgen heel vaak de vraag, wanneer gaan jullie naar een pretpark? Ik wil jullie een keertje zien. Of ik wil een keertje kletsen. Wanneer zijn jullie ergens? Nou, heel vaak zijn we dan een klein beetje vaag over wanneer we ergens zijn. Omdat voor ons is het ook gewoon ons weekend en onze hobby. Dus we vinden het echt super leuk als mensen naar ons toe komen en even een praatje komen maken. Maar we vinden het te grote impact om echt af te gaan spreken met mensen. Precies. Moet ergens een soort van grens trekken. Ja, dus als je ons toevallig tegenkomt, helemaal prima. Maar we gaan niet met mensen afspreken. Nee, en zo'n meeting organiseren vinden we ook gewoon een klein beetje spannend. Te spannend. Te spannend voor ons. Gaan we niet doen. Maar op 9 juni, op een zondag, heeft Toverland het YouTube-event. YouTubers X Toverland. Daar komt dus ook een speciaal hoekje, de fancorner, voor de pretparkfans. En Toverland heeft aan ons gevraagd of wij daar een uurtje willen komen gaan staan. Dus eigenlijk hebben we een soort van verkapte meeting nu. Ja, wij zijn daar. Dus 9 juni in Toverland, in Port Laguna, de fancorner. Kan je ons vinden. En het is dus nog iets heel leuks, want we gaan dus eerst meet en greeten. En daarna zijn we dus van plan om daar een live opname te doen. Dus voor een TPO en video, maar dan vanuit Magicland. En daar kun je dus ook bij aanwezig zijn. Dus dan kun je eigenlijk live zien hoe wij dit hier maken. Vind ik wel. Ik vind dat oprecht heel erg spannend. Misschien doen we het ook wel niet. Nee, trouwens, we gaan het gewoon doen. We gaan gewoon een live opname doen daar. We gaan het doen. En als je het leuk vindt, dan kan je komen kijken. Wil je nou de zeker live horen, dan zou ik er zeker bij zijn. Dat zou leuk zijn, dat iedereen zo zeker mee gaat roepen, weet je wel. Die twee mensen die voor ons komen. Precies, ja. En als je niet voor ons komt, Steven Kazan komt ook die dag. En als je niet kan, ook niet erg. Misschien komt er ooit een keer een nieuwe kans. Of zien we je ergens in een ander pretpark. Want onthoud, jullie zijn onze pretparkbesties. En we houden van jullie. Dank jullie wel. Laat in de reacties weten hoe jij pretparkgekkie bent geworden. En welk pretpark jij als volgende gaat bezoeken. Bedankt voor het kijken en nog een hele fijne avond. Slaap lekker en tot de volgende keer. Doei!